Onze wereld staat bol van de grote problemen die niet 1, 2, 3 op te lossen zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat je alles moet nemen. Begin dicht bij huis, begin in het klein. Neem ze te pakken, die kleine ongemakken. Laat de moed niet zakken, maar neem het heft in handen en zing dit refrein. Oh, 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 wat een karwei. Kom je tekort, dan spijker je wat bij. En wordt het je te veel, dan zaag je er wat af. Moet je kijken wat je kan, je staat gewoon weg paf. Het is weer fraai in een handomdraai. Het is weer fraai in een handomdraai. Je hoeft in het leven niet alles te nemen. Zoals het zich voordoet, zoals het gaat. Doe er wat aan, los op die problemen. Verzin eens wat leuk en stel eens een daad. Ga er maar in boren, blaas van de toren. Scheid het kaf van het koren en denk niet meteen dat het toch nergens op slaat. Luistert naar een gezongen gratis advies van Jan Vos. Elke week ben ik in het radioprogramma Ronflonflon met Jacques Plafond. Met een handigheidje, een foefje of een tip. Uit eigen ervaring of van horen zeggen. Je moet het groot zien, zeggen ze wel eens. Alles goed en wel, maar ga daarbij het kleine niet uit de weg. Gooi maar op de grote hoop, zeggen ze wel eens. Daarom heet mijn rubriek De Grote Hoop, want hoop doet leven, waar of niet. Ja. Oh, 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 wat een karwei. Kom je tekort, dan spijker je wat bij. En wordt het je te veel, dan zaag je er wat af. Moet je kijken wat je kan, je staat gewoon weg paf. Het is weer fraai in een handomdraai. Het is weer fraai in een handomdraai.